Cheyenne Geuns. Ja. Verstaan hier voor, of op het fiets, wat het Vicurie ziekenhuis in Venlo. Links is de Maas. Doe best oncologie verpleegkundige. Mm-hmm. 5 weken geleden kreeg ze een telefoon voor moeten evacueren. Ja, en ja dan? Dat klopt. Ja. Ja, dan gisteren toch met een ander gevoel om het werk hier. Als dat ze weet van, wat zit me vanover te wachten? Zeker omdat er gewoon veel onduidelijk was wie snel moet gewoon evacueren. Ja. En gaandeweg de dienst bleek ook dat het water sneller steeg dan ze in eerste instantie verwacht hadden. Waardoor ja, er eigenlijk nog meer druk achter zoot om het ziekenhuis leeg te krijgen. Maar goed, het ziekenhuis leeg krijgen is makkelijker gedaan. Want doe oncologie, doe houden ze ook terminale patiënten op die afdeling op dat moment. Ja, ja en, dat en is er paniek? Of? Nee, eigenlijk is het voor mijn gevoel best wel ja, op rolletjes gelopen. De vroege dienst had je eigenlijk al heel veel voor ons opgelost en al heel veel vragen van patiënten beantwoord. De artsen hadden de patiënten ingelicht. De patiënten zogen natuurlijk zelf ook van nu het ziekenhuis dat het water aan het stijgen was. Die kennen inderdaad. Ja, die kennen op de Maas kieken. Dus dat scheelde wel heel veel in wat wij moesten uitleggen, want mensen begrepen dat dit geen veilige situatie was. Het vak is wel mensenwerk en ja. Het vak is wel zorg op maat bieden, dus wat past bij de patiënt en waar je de patiënt behoefte aan op zo'n moment. En ik had één patiënt die 's middags een gesprek had gehad met de arts waarin besloten werd van ja, we gaan geen verdere medische behandeling meer doen, we gaan nog alleen nog maar ja, het comfort bieden wat je behoefte aan hebt. En daarin werd ook besloten dat die patiënt dus naar een hospice ging. En de patiënt vroeg me eigenlijk een uur later van, maar wat is een hospice eigenlijk? De wist niet wat dat betekende. Ja. En ja, toen moest ik hem uitleggen wat dat betekende, dat het de laatste plaats was waar dat de heer zou gaan. En ja, dat ook de plek zou zien waar dat er uiteindelijk zou komen te sterven. Nou ja, en de patiënt reageerde met, nou, daar ben ik dan toch perfect toes. Ach, geweldig. Dus, ja, dat vond ik eigenlijk een kippenvel moment dat ik dacht van, wow, hoe snel kunnen dingen gaan? Oh. En nou ja, wie veerkrachtig kan een patiënt zijn om dat dan ook zo op te pakken? Oh, wat mooi. Ja. Geweldig. Ja. Boah, daar kreeg ik zelf kippenvel van. Iedereen wordt super meegaand, gelukkig. Oh, geweldig. Ja. Want, die berusten in de situatie. Zogen natuurlijk ook al dagen op het nieuws dat het niet goed ging. Ja. Die hadden de situatie van Zuid-Limburg gezien. Nou ja, ik denk dat iedereen wel zoiets had van laten we vooral doen wat veilig is en wat voor iedereen het beste is. En gelukkig wordt iedereen er heel meegaand in. Ja. Dat wordt een mooi verhaal, Jan. Ja. Bedankt dat we dit even mochten horen van dich. Ja, zeker. Wie het gegangen is en wat een geluk dat het allemaal goed is gegaan. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.